Ich bin Petrus Nikolaus Hennekom, geboren 22. Juni 1940 auf Algeria. Und das war meine Geburtsplek und da bin ich groß geworden. Und ich bin heute 78 Jahre alt. Und mein Vater und meine Mutter sind auch Boerlinge von Algeria, Grootkloof. Zoals die naam destijds genoemd geweest is. En hulle was Nicolas en Johanna Hennekom. En ons, ek het daar groot geworden en is later opgeneem in die bosbouw hier 1956 om daar te werken. En ek het 43 jaar gekaapse Kaapse Natuurbewaarung in Bosbouw gewerkt en is vandaag een afgetreden man. Okay. En mijn grootwoordjaren was maar moeilijk geweest. Ik heb mijn ouders het niet veel gehad nie. En ons moest maar, hulle moest maar rondgevallen om voor ons te laten leren en groot te maken. Mijn vader is 1947 overleden. Toen was ik nog 7 jaar oud en van daar af heeft mijn ma voor ons dan groot gemaakt. Ons was 5 in die gezin, 3 zusters en 2 broers. En dat was moeilijke tijden geweest in de harde jaren, want daar was niet winkels in Algeria niet. Die naaste winkel was Klein William en dat moet daar vandaan gestapt worden, Klein William toe winkel toe. En in die tijden het ons niet, was daar niet meer geweest om brood te maken. Ons het met koren gekookt en dan het ons die meelstenen gehad wat ons het mee afgemaald heeft. En dan kon daar eerst brood gemaakt worden. Zo, dat is moeilijke jaren wat ik achter de rug heb. En zwaar tijden, want ik heb zwaar gewerkt en moest werken. Van 16 jaar af moest ik werken, want die pot was leeg en hij moet gevuld worden. Zeg mij, wie is de naam, wat is je broers naam en zusters? Ik heb één broer gehad en zijn naam was Frederik Hennekom en hij is al overleden. Die oudste zuster was Eva Hennekom en de tweede oudste was Katrina en de derde oudste was Johanna. Maar alles al allemaal overleden. Het is nog net ik wat van de gezin oor is. Waarvoor ik dierbaar dankbaar is. Okay. En zijn naam goed maak. Oké. Zo, waar heb je naar school gegaan? Op Grootkloof was die school destijds geweest niet. En ons, omdat ons toen de ondersteuning van het departement gekregen, als weeskundig moest ons toe een school bijwonen. Nou, die naaste school was nog Klein William, maar daar over die berg, bij de N7, die plaats Klavervlei, daar was toen een plaatsschooltje en ons moest toen elke week zo'n toestap en daar voor die week blij om onze opleiding te krijgen. En, maar ons moest aan de school verbonden geweest zijn, omdat ons staatstoelage gekregen. En daar had ik geleerd tot staan op 5. Want die wet was daar die tijd, je moet staan op 5 of 16 jaar. Op 16 jaar, je nog eens staan op 5 en dan moet je die school verlaat. Dat was die wet geweest, je mag je hoger leren het niet. En ik was gelukkig om staan op 5 te behalen. Zijn die ma nog gewerkt uit? Ja, zij moest werken. Zij heeft toen daar op een plaats, daarna bij. Het zij toen gewerkt, was goed gedaan voor die mensen enzovoort. Zo na de school heb je nou bij Bosbouw begonnen te werken? Ja, na de school toen ik 16 jaar is toen, heb ik bij Bosbouw ingevallen. Dat is 1956. En toen heb ik daar gewerkt tot 1991. So wat is voor werk het hier gedaan? Harde arbeid kan een mens zijn, want dat was, Bosbouw heeft nog die plantages gehad.
Daar moet bomen afgekapt worden, gezaagd worden. En daar was bij je harde werk. Die Cederbergen is 71 hectare groot. 71 is het nog weg. Groot en daar moet, daar, hij is dicht thuis met voetpaaien en hierpaaien enzovoort. En dat moet in stand gehouden worden. Die plantatie moest aangeplant, gesnoeid worden, bomen afgekapt worden en zo. Zo, dat was bije harde werk wat ons moest doen. Zo, ik zie u met die paar kruien wat u hebt vandaag. Wat gaan u voor ons geven van die kruien wat u hebt? Omdat Algeria ver geleden was van het dorp af en dokters niet vroegtijden gehad het niet. En als mensen ziek geworden het, dan moest daar nog iemand gestapt met een brief om naar de dokter toe te gaan. En dan weer, dan nou zei wat de mensen markeer en dan naar de dokter nog iets gestuurd. Als gevolg daarvan, het Algeriaanse gemeenschap oorleef op kruien. Kruien was nou, de hele Cederberg is daar is honderden, zelfs duizenden kruien soorten. En daar was daar die tijd ook groot mensen wat nou haarfijn kon gezet als je een pijn hier hebt of een pijn daar hebt, wat een soort bos je moet gebruiken, wat een soort kruien daarvoor zal leren. En wonderbaarlijk hebben die mensen nooit op dokter gestuurd niet, want als je dokter dan moet uitkomen naar een ziek mens toe, dan moet hij per paard gekomen en 30 kilometer was maar ver voor een paard en dat heeft die dokter meer dan een dag gekost om bij iemand uit te komen. Als gevolg daarvan heeft hij nooit uitgekomen niet. Maar ik wil nog van hier zo een beetje een klompje van die kruien demonstreren wat ik samengebracht heb, die noemnamen en dan waarvoor dat gebruik was. Dat is die boegoe, dat is een alombekende kruien wat in de Cederberg gegooid. Ja. En was gebruikt voor enige kwaal wat je hebt. Kan je met die boegoe aftrekken en dan kan je de drank. Ja. En dat heeft geholpen. Zo hebben die mensen dan die boegoe als die hoofdkruien, kan de mensen in de Cederberg gehad. En dat is een wonderbare type kruien. Ja. Een ander kruien soort is die klapperbos. Dat is was nou weer een soort kruien wat hulle gebruik het voor griep. Ja. Hij het omgenoemd die soetblaar. Ja. En hij werd wonderbaar voor dat geheel. Want het mens misschien een beetje boegoe bijgegooid en zo. Ja. En zo kon je dit drinken. En dat heeft wonderbaarlijk geheel. Ja. Dan voor een ander type kruien was die blauwbloemsalie. Die blauwbloemsalie was gebruikt weer, mensen hebben nog water gekookt, daarin gekookt en dan het hulle besierde plekken en zo het hulle gewas, zoals zelf een sier in die kop of iwers. Dan het hulle in die saliebos water het gewas en dit is wonderlijke genezende middel wat het was. En dan het ook hier die wilde dagen. Dus die wilde dagen. Hij is een baie bitter ding. Baie bitter, maar. Hij heeft hem gebruikt en dan het hij hem ook gemengd met alle kruien, andere kruien. En dan het hij, dan kan je hem ook omtrent voor enige type pijn of ziekte of zo gebruiken. Ja. Hij was baie bitter. Ons kinders het niet graag om wil drinken, maar was gedreigd om hem te drinken. Ja. En dan het ons dan het ek hier die koersbos. En dan, mensen het omgenoemd die Sant-Oline. Destijds het hulle moest baie draden getrek rondom plaatsen en zo. Nou ja, sy hout was ook gebruikt voor droppers, draaddroppers. Maar wat hij nou eindelijk gedoen het in die gemeenschap was om koers te breken. Als iemand nou koers het, gehad het, dan het hulle hierdie Sant-Oline of hierdie koersbos gebruik en dan het hulle dit tussen twee doeken gesit. En bijvoorbeeld om iemand wat koers het sy maag gebind
auf den Kopf gebunden. Mhm. Und die Kursbos war eine wunderliche Kreie, um dafür zu helfen. Okay. Und dann hatte ich hier so die 8-Dage-Geneesbos. Mhm. Das war so wieder ein Typ Kreie, was er auch gebruikt hat für Wunden, um Wunden mit zu genießen. Dann ein Dierenfett, zoals bok of schaapfett, heeft hij hem gebreid tot de pasta, totdat het zalf is. En dan heeft hij hem aan die sierplekken gesmeerd. En die bossen namen ze 8 dagen, geneesbos. Binnen 8 dagen, dat was die plekken gezond geweest. Zo'n wonderlijke kreeën type, wat daar gegroeid en wat die mensen kon gebruiken. En dan had ik weer... Hij heeft nu niet zo'n lekker naam, die had nog een goeie goed. Dat had hem genoemd, had nog een goeie goed. En dat is een type kreeën wat daar hoog in die bergen, in die fonteinplekken en zo gegooid. En nu die had nog een goeie goed en die boegel en nog een paar kreeën zijn die samen gegooid. En dokterse medicijnen kan niet beter gedoen het als wat dat doen. En dat is een wonderlijke kreeën wat in die Sierberg. Groeit dat vandaag de bij mensen kennen om niet of weet niet wat betekent hij niet, maar die oude mensen, als je gaat nog school goed praten, dan zeggen ze, hey, breng voor mij een beetje, want dat is een wonderlijke ding. En dan heb ik hier die kraalbos. Hij had altijd gezegd, die donkies, daar kan je maar net aan vandaag aan die kraalbos vastmaken, maar die donkies niet goed, heeft een paar gegroeid. Maar hij is ook een medicijne voor als je nou zieke pijnbenen zo aan, dan wordt hij ook in water gekookt, totdat zo is gemaakt water zo groen. En dan hebben die mensen hun benen, arms en die siergedeeltes en die sierplekken met rum gewassen met zij water. Zo, hij was wonderlijk geweest en heeft wonderlijke dienst gedaan. Mm-hmm. Dan is het nog hier, dat is nou, ik heb nou jammer, ik heb net zo eentje van die goed, maar dat is nou die sedig hout wat aan, en dat is de enige plek wat sedig hout gooi in die plant hier, hier in die bergen, en hij heeft hier die kerels gedraaid wat ze zaad in. Nou die mensen het sommige tijden die sedig hout zaad geoes, om weer aan te planten enzovoort. Nou, dan was die zaadkerels in zakken gegooid en in de zon gelost, totdat die zaad nog uitgesprongen werd uit die kerels. Ja. Maar nu wordt er niet die kerels weggegooid. Nie. Dat is een wonderlijke kreeën geweest. Hij was op water gegooid. Als je mij nog mooi gaan nabijken, dan zie je zulke goedjes aan hem wat olie in is. En daar de olie was wonderbaar. Dan hebben we misschien ook boegel of zo bijgegooid. En zo hebben die mensen dan geweet wat om te drinken en hoe om het te drinken en wat gezond maakt voor dat wat er met keren. Zo de oude mensen was niet zo dom als oorsten daar wat de klompjeel voor die dokter betaald. En dan hebben we goed nog weer oude en die eerst niet. Hulle het geweet wat in de veld groeit en wat in de natuur is, wat hulle kan gebruiken om gezond te worden. Hierdie ou, wat ik nou hier wijs, is dis een natuurlijke element. Hulle noem hem klipswiet. Je krijgt ook daar, hoog in die bergen, in die grot, daar is een type goed wat hom maak aan die klip wat je afbreekt. Hulle noem het muggies. Nou, hy muggies weet maar hoe lekker is die daar en die goed kom vat en zo. Maar nou, en die mensen, nou breek je ook een stukje van hom af en dan gooi je hem bij die kreeën. Of je kan hem schoon ook drinken. Je rug wat zo pijn is net ook, is zijn oor en je kop misschien wat gepijn het is oor. Zo die mensen het in de harde tijd het die slimheid gehad of die kennis om die kreeën te kennen en te weten waarvoor hij goed is. Zo, mensen zeggen maar, die oude mensen was dom geweest en dat was zo en dat was zo. Maar alle die natuurgebruik wat daar is, wat daar gesteld is voor die mensen en dan ook die,
die Kreie, die diepe Bosse en goedes, hoe hulle dit uitgetoets het, so dat het werk, dit sal ons vandag nie weet nie, maar dit was wonderbaar. So ek is ook een van die mense wat met die type kreie is, aangekom het, wat mense, as jy nou, daar is nog baie soorte wat ek nou nie saamgebring het, wat daar is wat gebruik kan word. En so is ek voortgemaak met dit, dat, en ek is vandag 78 jaar, en daar is mense wat in die 30 en die 20 is wat al krom loop, wat nou nie die kreie so goed gebruik het nie. En ons ou mense, daar in Algeria het, sommige 90, sommige so gat aan die 100 en 80 en so, is die mense, het die mense geoorleef. En dit is op hierdie kreie en die kennis wat hulle daarvan gehad het, uit die natuur, om dit te kan gebruik. So, vandag is daar mense wat nog kreie verkoop in die omgeving van jou? Nee, eintlik as die Cederberg wildernis is ons nou wildernis verklaar, jy mag die goed nie uit die wildernis uithaal nie. Maar nou het ons met die jare, het ons geonderhandel met die departement en ons eie plek daar gekry. Nou het ons 442 hectare grond bly ons as gemeenskap op, en dis ons eiendom. En nou kan ons dan, van ons eiendom af, kan ons dit gebruik en so. Oké. So sê my, meneer Annekom, in die plek van julle is daar, het julle kerk gehad dan, so aan. Ons het in destijds, in Sibans en voorjaar, was daar een grotere gehuis. En daar die Willemse gesin het daarin geblei. En dit was gebruik destijds vir die kerk. En dan het ons het in die ronde gehad of vier opgeblei, ver uit mekaar uit, maar dan in die mense zondagochtend, dan was die mense daar verkeerd, want die mense was baie lief verkeerd. Nou ja, en so het er dan toe ons nou, toe Bosburg nou later die dorpie daar gebouwd, waar ons nou vandag in blij, en wat ons eiendom nou vandag geword het, gelukkig, het hulle ook een school gebouwd. Die departement het toe ook een school gebouwd hier in die 50er, laat 50er jaren. Ik denk is, hij is 1960 al daarom, is hij voor de eerste maal geopend daar. Maar was daar school alleen, zo eenmanschooltje, geopend en toen kon die kinders aan daar school gaan. Anders was die hele gemeenschap was ongeletterd, was niemand of min wat kon lezen en wat kon schrijven en zo. Op die manier het ons kinders aan kan leren en zo. En vandaag het ons dan in ons dorpje ons eie zaal, twee zalen, een groot zaal en een kringtje. En daar kan ons nou binnen ons dorpje kan ons nou dienst houden en ons kan zo voortgaan. Zo, wat een kerk was het? Dat was ons allemaal in die 4G. 4G. Kaartkerk. Daar is nou mense wat ook nou ingetrek het en wat daar gewerk het, wat nou ook Morawis is. So die tweede kerke is nou daar en ons werk nou wonderlik saam as gemeente en gemeenskap daar. Kan u miskien onthou, wie was die eerste dominee daar? Kijk, ons dominee is misschien van nou een klein wieum geweest. Die dominee wat ek nou geken het, wat die eerste daar was, ek denk dit is, nou die tweede, dit is dominee David Botha. Hy was leraar geweest daar. En dan kom hulle elke maand, die eerste zondag van die maand, het hulle buitendienst kom hou. Maar verder het die kerkraad, daar in die gemeenskap, die dienste gelei en die bidure. Maar elke eerste zondag van die maand, dan het die leraar uitgekom. En dan het hy dan die kerkdienst daar kom hou. So in die klein gemeenskap, het julle soorte sport gespeel en so en as kinders en so. Ja, toe ons nou
bei die Bosbo begonnen werk, het ons begonnen voelers uitsteek en gevra, is daar nie moontlikheid om vir ons een sportveld te maken? En in die later jare het hulle dan toe vir ons een sportveld uit die rivier gemaakt wat vandag nog daar is, waar ons baie dankbaar is en wat ook vandag onze eiendom is. En daar het ons toe kon sport beoefen, dat daar bij ons dan ook nou toe later twee rugbyspannen is, wat die naam in Leipert is. En hulle het wonderlijk, ek was, destijds was ek, het ons die bosbouwlaurie gekry om nou uit te gaan en so. Ek was die bestuurder en ek was ook die leier van die span en ons het tot in Wellington het ons gaan spelen en tot daar het ons die mensen geklopt, want die mensen het maar zwaar gespeeld tegen die geoefende mensen wat aan die bergen rondlopen, wat fuchs is en wat bijen. Maar vandaag is die span maar niet meer zo goed, nie, maar hij is nog steeds daar. En ons probeer nog als ook mensen om leiding te geven, zodat die sportgeriebe kan voortbestaan. Want als een mens nou niet sport heeft, nie, dan als je ook mensen gezegd, dan die duivel met zijn oorkussen daar om jou daar te verleiden. Ja, ja. So, wat is voor sport dat jullie spelen? Rugby of soccer of zo? Nee, dat was net rugby wat we hadden. Ons het toen niet in veld voor rugby. Ons het gevraagd dat mensen dat hulle voor ons soccerveld en zo ook maken. Of zo, maar nou, toen had ik nooit zo ver gekomen. En zo het was nog maar net vandaar die rugby. Die rugby. Ja. So in Bosbos, jy was daar maar een neer in die verstaan het ook trokken gerei en so. Ja, nee, ek het dan so ver gekomen tot senior voorman. Ja. Het ek gekomen. Nou, ek het my eie span gehad waar ek mee werk en so. En by die opleiding moes ek daar gegaan het. Om nog mee op te leiden om met die spannen te werken en om iets te doen. Nee, ik heb iemand gekomen en ik heb als senior voorman het ik afgetreden in 1999. En dat was voor mij wel lekker om dat te kunnen beoefenen en om mensen te kunnen leiden. En zo is het vandaag dat in die Zederbergen is maar mijn plekken waar ik niet was. Ik was overal en ken die hele gebied daar. Ja. So, wat een soort werk en isie het geleer uit bosbouw uit? Buiten die driver van lorries en so? Dat baie type werke geweest, maar soos ek vir isie is, was nou maar bosbouwbedrijf geweest. Mm-hmm. En later nou natuurbewaring, dat is maar meest toerisme wat daar, wat die plek bezoekt, die Zederbergen, is maar een geweldige plek van toerisme. Ja. En zo heeft de mens nog maar, in die tijd heb je maar met die mensen gezellig, die mensen verduidelijk waar die plekken is. Ja. En zelfs gaan wijzen en zo, en zelfs samengestapt en bij je gesprekken gehad met die. Maar die hoofdwerk was me nou om die plantage te onderhouden en om nou daar een kennis te krijgen van blokken, merk, opschrijven en al die goeders. En zo is de mens nog maar in die leven gekomen. Dat was nog niet. Zo heb je ook maar andere jonge mensen opgeleid om dan nou verder die proces te leiden. Okay. So, hoe lang het u nou daar gewerkt? So 43 jaar. 43. Kan maar zeggen, mijn leeftijd. Ja. Heb ik daar gewerkt. En dan was die andere werk hier. Hmm. En die enigste staatswerk. Hmm. En als je daarin is, dan moet je nog maar volhouden. Want daar is die andere werk wat je kan doen wat permanent is. Als daar andere mensen van jou gezin wat nog graag gewerkt hebben. Ja, ik en mijn broer en mijn kinders. Het allemaal gebouwd overwerkt tot vandaag te werken. Nou daar. Daar is op Algerië niet een ander, zoals ik zei, permanente werk. Dat is nu die staat werkt. Als je dan in staat werkt, dan is je dan
ein bisschen gedeckt. Want die loswerker zei die man, man maar oom maar nie, maar jy kan maar loop, ek jy nie meer nodig nie. Maar die staat is aan nou een vaste werk, wat jy nou zeker het, ja. So, hoeveel kinders het jy? Ek het vier sien, net vier sien, ek kan nog nie recht denken, ek het vier sien. Ja, ja. En al vier leven nog. Okay. Twee is getrouwd en twee is zijn we nog niet getrouwd. En nog niet getrouwd. Oh. Het hulle dan, werken hulle daarom nog? Ja, hulle werken. Eén is dus nog hier, Patrick, en dan die ander twee werken in de Vrijstaat. En die een is ook nog wees. Oké. Excuse me. So, wann ist ich getrunken? 1969. 13 Oktober. Das ist echt getrunken. Uns ist nu 48 Jahre bei elkaar und uns lief noch alt. Okay. Als ich froh auch von Elf. Sie ist auch da. Ja, als es mal noch nicht extra gegangen kann, weiß ich so viel, mal so eine andere Familie. Ja. Okay. Was will ich wie, vielleicht für uns wie erzählen von dieser Geschichte? Die geschiedenis wat ik wil graag vertellen is die geschiedenis van die sederoutwerkers. Daar was het destijds mensen wat net sederout gewerkt. Ik had een paar oefoto's die is zeker nog in de voertuig. Ja. Het examen om iets te wijzen hoe ja. Dat gedaan is. Ja. Maar daar was nou die boehoe, die sederout, die rooibos thee. En dan die clubhout was, die vier dingen was, je kan zeggen die behoud van die Algeriërs. Ja. Destijds was het zo geweest voor bosbouw en die mensen daar geweest, was het zo, je kon die rooibos thee gemaakt en dan had het ook gedaan. Dan had het om, eerst het om met handbeletjes gekapt, zo zei zodat in stukjes en dan erom ingezier en dan ook die wat gevolgd moet worden gedaan voordat de lom droog gemaakt om altijd op clubplaten. Clubpen wat daar is, wat platen daar gooi dat ik kan droog worden. Ja. Maar ja, zo heeft die mensen daar aangekomen en dan het hulle daar en daar nog die tieren draa hier naar Klemwilm toe. Dat was hier vroeg tegen ja. Paaien was, inderdaad was maar pak donkies of je moet hem zelf draaien en zo. En dan het alleen nou, je kon verkopen, je kon hem toe verkopen aan wie je wil. En hij had hem, destijds was hier, ik denk Joden, waar die thee gekocht heeft. En zo had hij dan een geldje in de handen gekregen om te bestaan. Want toen had hij nog niet bosbouw en die wat werken gegeven. En dan is zeker ook. Die is een ideale soort hout, wat moest, je kan zeggen, is onvergankelijk. Hij heeft ook een lieflijke reek, die sederhout. En ja. Hij is een sederhout, wat jaren der jaren kan je hem gebruiken, hooi. Ja. Nou, die mensen het, die oude mensen, wat ik die foto's van daar heb, die het daar die jaren, nou ja, toen moet je me ook bij de bosbouw een permit krijgen. Ga krijgen per met voor jou, misschien voor 3 maanden of voor 1 maand of zo heel lang die om nog wil leven. Ja. Dan schrijf je voor jou per met iets wat je nou gemachtigd is om in die bergen in te gaan. Om je dat hout te maken. Maar je moet ook net, je mag ook net die droge bomen halen. Je mag die natbomen afgezaagd. Zo hadden dan die zitten hout gemaakt, die blokken. Hij had hem nog met de dissel, ik kan nog niet dissel samengebouwd met die, wat er om meer vierkant gedissel heeft. Ja. En dan het erom, als je nog vierkant gedissel is, dan het erom met een lijn, hij had het genoemd een lijn. Ja. Het hadden van die
skaapsel zo goed wat hulle afgekap het, hulle dan een vierkie gemaakt en dan het hulle die houtskool van die sederhout gevat, het hulle die lijn met die sederhout gesmeer, zwart gesmeer. Dan het een bij die punt die lijn gehou en die ander bij die punt en dan het hulle omgeslaan. Dan het hulle een gehecht lijn geslaan op die blok, zo het hulle die planken zo duimdik en hulle die blok uitgestip, die blok het 6 planken per tijd, 7 planken. Zo het hulle om elke kant gedoen. En als je net die foto's ziet, dan zul je zien hoe hulle om deergesaag het en hoe hulle om gedraaid. En dan het hulle, en een mens sal in die tijd, sal jy nog gedink het, maar hulle sal seker, die planken was seker maar skeef, windskeef en so. Jy was netjes, daar was nie. Jy het die skewe plank gekry nie. Die mense die kan lees en skryf nie, maar het een wonderlike kennis gehad. Kan een mens sê in rekenkunde. Hulle het ook aan een blok uitreken, die 6 planken van 6 voet en dit is soveel voet. Dit was nog voet en duim was, maar nou nie die meters en die goed wat ons vandag het. Ja. Dan het hulle om so uitgewerkt en dat het hulle om deergesaag in planken. En dan het hulle die planken verkoop. Per voet. Ek weet in die tijd het hulle maar sielinge voet gepaard. Sielinge, maar nou is ook hier. Sielinge voet. Nou ja, nou moet jy om bij die koeper zorgen. En hy moet gedra word. Dat mense daar van ons af, die zandveld is ver, daar van ons af, sieke goed is 40 kilometer. Op die skouwe gesit en hy in die tromp gedra. En dan was het zo in die skaarstijd, soos ek sê, dan het hulle nie leeg teruggekomen, want hulle moet nou dagen na graan hebben, vir brood en zo. So die man het heen en weer het hy draag gehad, maar hy het gehou. Nou so het hulle die sieder oud gewerkt en het hulle dit dan verkoop en daaruit het hulle gelewe. Die een was die boeken en die ander was nou die sieder. En dan het hulle een soort bosboom, daar in die, hy gooi daar in die kloof van die berge, die kliphoutboom. Diese bas het hulle afgeslaan. En dit was verkoop vir leerlooi, om leer te looi. Soos beestvelle, die uitlaat dinge het hulle in die looi gegooi en dan hulle die bas aanboon, die dan nou dikker gemaakt en so. En die bas was gemaakt en droog gemaakt en dan het hulle dit verkoop. Woeperdal, hier aan die ooste kant, Woeperdal, daar had hulle eindelijk die bas gekoop en daar had hulle looierij gehad en daar had hulle die bas mee gewerkt en dan die velle gedoen. Ek het nog hier een boksak, wat ek vir jy so net ook wees, wat ek samengebonden, wat ek nog het van die tijd af. Die bok was nou zakgeslag en dan, dit was nou die draaszak geweest waar die mensen die kredeniers waren en graan en goeders ingedraaid. Die kreeg groot bokken en klein bokjes, nou die grotere bokken, zo meer werd die zak gehouden. En dit was dan wonderlijk. Dan die kliphout was geslaan en droog gemaakt en dan ook verkoop. En dan die andere een was nou die boegoe wat ek van gesê het. Ja. Dit was nou die ding wat elke jaar, hier januari maand, in die warmte, dan word die boegoe geoes, drooggemaak en dan die blaren afgeslaan. En dan het bos door die boegoe zelf weer teruggekomen. Ons het, bij jaren het ons tot 40, jy sal nog weet wat een wolbaal is. 40 wolbalen vol droogboog gemaakt. En dit het die bosbouw verkoop. Nou wat ons vandag een beetje bekommerd is oor, is dat hierdie dier, kan men sê, dierproducten in die Sederberg, word nie meer ontgin. Want dit is nou wildernis. Nou sê hulle, jy mag nie dit snij, jy mag nie dit snij, jy mag nie dat snij. Maar in die meantime sê hulle het die geld nie. Die natuurbewaring het die geld nie. En ons sê, dat as julle die goed weer oes, en dan kan julle kamerse 3000 rande maak uit die natuur uit daar. Rooibos tee, boegoe,
die Clubhouse Bars und so fort. Und dann kann die natürliche Fahrt kann die sehr kann um selbst bestieren, uit die Geld, die wir davon ankommen. Maar nou, die mensen zijn nog niet zo slim zoals de heidense mensen. Dat is nog maar een beetje dom. Ze zeggen, je mag niet van die voet snijden, is willigness en zo. Maar boekhoe, als je hem verjaren snijdt, over 2 jaar kan je diezelfde boekhoepool weer snijden. Hij gooit hem er nog uit. Hetzelfde als je rooibos thee ook. En zo, hij blij in productie. En dan zijn beste mis, wat hij nou nodig heeft, is branden. Als je hem nou altijd brandt. Dan gooi je bij weer en gooi je dan uit. Zo, hulle wil nou niet laat julle via die boekhoe en die goedes groeien? Nee, hulle wil nou niet. Hulle sê nou, kijk, dit is nou wildernis nou. Jy beskadig nou die wildernis of ja. Jy mag nou niet goed uit die wildernis uit haal, so die wildernis wette nou. En as gevolg daarvan, staan die der duizenden randense boekhoe daar in rooibos thee en elke slag brandt hij maar af en dan wordt hij een beetje mooier, maar hij mag niet gesneden worden. En nou zei ons, het ons gezegd, jy doen, als je rooibos thee snijdt in die wildernis en je snijdt boekhoe, doen je die veld geen schade aan, want dat is het ding wat weer uitgegooid. Ja. Ja, hij zal altijd daar zijn. Je zal hem uitgegooid krijgen. Want navorsing heeft gezegd, dat hulle nagevors het, een boekhoe, sê nou maar, een boekhoestoel of pool, kan tot 100 jaar oud worden. Nou ja, ons is daarvan bewust, want je hebt elke jaar wat, of elke tweede jaar waar je die boekhoe snijdt, als op dezelfde plek waar je snijdt, dan gooi maar net weer uit en zo. Zo, dat is iets wat bij je winstgevend is, en wat vandaag bij je dier is. Maar, nou ja, zoals ik zei, die mensen hebben zeker nog maar niet die kop wat de Haitische mensen gehad om het te oesten te ontginnen te verkopen. Zo meen dat het die gemeenschap niet grond nou nie, wat hulle kan krijgen, wat hulle kan zelf plantatie maken of? Ja kijk, ons het 442 hectare grond en op die grond groei rooibos thee en ook boekhoe. En ons oes elke tweede jaar dit. Wat om oorzen is. Ja. Maar je moet ook nog op een mut van de staat afkrijgen om dat te oesten. Maar dat is ons eigendom en ons oest dit. En die rooibos die op onze grond is nog niet zo bij je niet. Maar ons kennen ons nou hoe je altijd rooibos die kan hebben. En daarom steken ons die veld brand. Brand ons die veld uit. Hij is ook al nooit gebrand. En als je hier zo wil, dat bij Janar en Maan, dat zal ons daar rooibos thee oes. Nou ja, hij is bij die. Rooibos thee is nou die woorden ingeschiet. En zo ons zullen een paar ton krijgen uit die gedeelte van ons. Ik heb gehoord, meneer Arwam, komt praat van een weierij. Dat is die plek wat een velle recht maakt en zo aan. Ja, ik denk, ik praat nog een correctie, hier is nou iemand van Hoeperdal, maar ik denk, hulle doen het nog steeds, Hoeperdal. Dat was nou die dorpje in die oosterkant van ons. Hoeperdal heeft die zeker al van gehoord. Ja. Nou, daar hadden hulle dit gedaan. Nou, ik weet niet precies hoe hulle dit doen niet. Ja. Maar hulle misschien kan, als die persoon net op praat, hij voor ons wat meer verduidelijk, hoe het nooit. Maar dat je maakt die veel dikker zodat je kan zoelen voor die schoen. Zo kom je worden best wel gemaakt en zo. Die looierij daar. Ja, want ik heb gehoord dat in die omgeving hebben ze een plek waar de schoenen gemaakt en zo. Ja, hier op Klingheem zelf is nog, dat komt ook al van Hoeperdal af. Daar was een Duitse predikant geweest, Straßberger. Wij was destijds daar zo en alle daarschoenen, alle maak zeker vandaag nog daarschoenen. En dan hier op Klingheem is ook een plek wat de schoenen maakt. Straßberger, ja. Als je nou misschien een tijdje daar kan je hem gaan bezoeken, hij is hier, hij was op die Kaapse Oeweg, is die plek waar alle schoenen maakt. Ik verstaan, hier was ook een dam gebouwd in de 60's in die omgeving van
Antonie Willem. Bedam. Ah. Ja, hij heeft hem hoog, hoog gemaakt. Hij heeft reeds bestaan. Ah. Hij was gebouwd, ik weet nog niet wat een jaardatum is, maar dat is nou nog, want mijn oor had de maat geteld toen hij klein was. Het zijn nog die stukken ons geteld, dat die mensen zo elke middag hadden dan de dynamietschoten afgevierd. Nou, dat is het middag. Ah. Nou, dat hulle als kinders zo gespeeld hebben, nou, dat is zeker niet voor je. Dat hulle zo huis toe gehaald loopt, als middag geboord. Dat zei die mensen, waar kom je nou daar aan? Dat zijn die damjaapjes net geschiet. So, maar hij is in de 60e jaren zijn hoog gemaakt en dan gaan hem nou weer hoog maken. Dan gaan nou zeker nou een volgende jaar of zo beginnen. Om hem weer hoog te maken. So. Is het die dam nou wat nou water voer voor die hele dorp of wat? Voor die hele dorp en voor die hele streek hier af naar Makoland in die wereld. Die, gaan, die water gaan bij ver hier af naar Makoland. Okay. So hier die dam, hier die Klein William dam, voet nou weer hier laag af is nog een dam. Hij voet nou die dam en van daar af, van die dam af, loopt een kanaal recht. Af tot Vredendal en dan Lutzwil en die plekken, ver in die Makoland en Lopij. Zo die dam het onderhoud bije boeren en daar is groot boerderij op die dam. Ja. Meneer Alekom, ik heb gehoord van, ken je iemand met de naam van Dirk Dachter? Blijkbaar is iemand wat hier in die omgeving was. Ik heb in die vorige jaren, zoals ik zei, die oude Willem zijn daar gebleven. Mm. Niet ver van ons af het huis geweest. Yeah. Nou, dat was een broer en een zuster wat daar gebleven, Willemse. Yeah. Nou, alle twee die kon lezen niet. Ah. Dan had ik toen altijd hier zo in mijn jong daad, ik altijd zo saans gelopen. En dat ik nog wel een stukje in die woord heb gelezen en wel nog zo'n beetje vertellen. Zo. Mm. Want dat kon het was nog niet zelf doen. Niet. Yeah. Nou, hij heeft van mij verteld, Hendrik Willemsen. Mm. Hij heeft samen met Dirk Luchter hier in de Cederberg op een plaats dwars gevierd. Mm. Daar had alles samen gewerkt. Zo, die Dirk Luchter was een werkelijke persoon wat in die omgeving gebleven. Mm. En wat hier, zoals ze nog gezegd, met cholerij en zo omgegaan het. Ja. Hij was ook cholera geweest. Ja. Nou, die oude Hendrik Willems heeft van mij verteld dat hij de club, een plat club gaat, die dag luchtte. Ja. En één kant was die club zoals het spiel. Ja. Daar kon hij nou zien als die politie hem zoekt of volgt. Of als iemand nou om leed aan doen, dan zie hij hier zo. Dan draai hij als die man nabij om komt naar die club om. En dan kan hij alarm zien, daar zijn je meer zo of hij zo. Ook een club of hij zo, wat hier zit, je komt loop bij hem voorbij, maar ja. Je zal hem zien. Nou, hij het geloof wonderen verrucht, zoals die ook nog gezegd. Nou, mijn opa Joubert, het weer laag af in die kloof en gebleven. Nou, hij bij je bij die ook. Ook. Gekomen bij Frederik Joubert. Maar wat ik nog wil zeggen, die ook het gezegd van mij vertellen, hij had nog de tijd dat hij een vloer gehad, wat hij die graan uitgeslaan had, de boontjes en die goed af. En daar werken we met die daar, daar hangen ook de ramkie gehad. Die ramkie hangt daar aan die paal, en, maar de ramkie is veel. Ook staat werk hier, maar de rampjes speel daar zo. En zeiden ook kort hier, Elom Duivel, daar spelen rampjes een ander stuk. Zo had hij nou elke dag muziek gehad daar bij die graan uitslaan en die werkskouwerij. En zo'n man was hij geweest. Nou, die auto mij vertelt toen, die ook nog, dat later nog al zwak geworden is, heeft voor de ogen gevraagd, wie ook niet wil die club bij hem kopen. Hij vraagt 5 pond. Toen zei hij ook nee, hij wil die club wil hij niet. Wat maakt hij met zo'n club? Maar wat ik wil vertellen is, hij zijn werkplaats in Cederberg was in het Meitjesrivier.
Nou daar hier ook nou, dus nou, zoals hulle nou sê, daar is hier ook nou mak gewees. Dat hy nou beter is gewerkt en hy het nou niemand gedinges nie. En daar. Maar as hy ook nou nou wil door, had hy ook nou sommer af aan die aanskape geslag en voor hom een boot gevat. En hom in die veld toegemaak en haar gelos en dat hy ook weg. Dat hy ook nou in die veld en dat hy ook wil. Nou laat kom hulle die politie nou, maar die politie met uit klein William het beperkt. Maar ik is gevierd toe, kom en dat zeker in die 60 of 70 kilometer. Waar die man met die paard nou moet rijden om nog wat Dirk te komen halen. Ja, daar is Dirk nou op die plaats, want Dirk het nou mak, hij kan hem nou vatten. Daar komt de politie daar zo, daar zei hulle, nou ja, nou, dat is dan nou ver, die 60, 70 kilometer wat hulle nou met weer stapte. Hier staan die tronk nou nog, nou, tronk was hier ook geweest, die tronk wat hier bij die kruis staan, hij had 18,8 gemaakt. Ja. Daar die tronk was hier ook. Nou ja, daar kom die polisman om die ook. Om nou voor die paard, die ook nog draf. Daar zei hulle, die paard moet voor tijd plekken, moet hij nou sommer hard aardloop om bij die ook te blijven. Want hij had zo beperkt weg, maar nou, hij is nou mak. Hij laat vat om de tronk. Daar komt hij bij mijn opa gekomen en dan het moet oma nou voor die polisman nou koffie maken. Dat is nou eerst iets gaat doen, maar dan zal nou de laatste rest krijg William toe afleggen. Nou toe, alleen nog de koffie klaar doen, maar toe geef die polisman dan nou voor oma nou een geeltje voor die koffie. Toen zei die polisman, maar wat zie je Dirk nu? Dirk moet nou allemaal zo iets zien. Toen zei opa, nee, laat Dirk niet aan mijn rammetje zo een beetje spelen. Dat wordt geluisterd. Toen die oude aan de rammetje spelen, oude aan, ook daar aan. Toen zei de opa de polisman, kom, ik wil nog een avond in de tronk slapen. En daar ze, was ze nou nog voor ochtend gekeken, waar hij opa het oor gegaan. Die oude zal een tijdje jaar oor, toen gaan die polisman eerst met die paard daarop. Toen de polisman hier kwam, toen zei hij ook voor die tronk, toen zei hij ook, maak op, ik wil ingaan. Nou, zo'n type mens was hij. En die oud van mij vertelde voor die waarheid, dat was zo, de oud samen met hem geleven. Nou ja, wat hij ook mij ook toe vertelde, eerst in die corona, had hij ook toe een club groot gegeven. Waar hij nou gebleven, nou ja. Nou vang hij, slag hij bij die boerenschap, slag hij weer, oh, weer of ander week weer van een ander boer. Toen die boeren bij elkaar gekomen, toen zeiden ze, dus genoeg is genoeg, Dirk moet nou tot niets gemaakt worden. En ons zal hem zo met die sambokken, zoals hem klaarlopen. Nou, de Haitijdse mensen het met de sambok geslaan, want hulle slaan als die osses, moest 14 of zo, voor die waar. Nou, hij slaan af van die waar, of slaan hij er op. Of je 14e oorlog voeren met die sambok. Nou, dat is makkelijk geslaan. Als je een paard van sambok slaan, dan kan je maar schipen daar, want dat slaan niet mis. Nou, zo het hulle toe besluit, maar Dirk heeft nu te ver gegaan. Dirk moet nou in die pad. Ons kan hij nou nog met de politie mannen en die mensen. Dirk moet ons met hem nog zomaar zelf aan kant maken. Ja. Nou ja, op die peren is hulle. Dat al uitgevonden waar Dirk zo groot is, waar hij is. Toen hij dan nou daar komt, toen zit Breide ook nog vlees. Ik kwam van die schapen. Toen hij een droog vlees daar, met natte, vast vlees, hij heeft alle soorten vlees. Hang daar niet groot wat hij is, want hij bleef blij. Toen roepen hier, Dirk, kom uit. Vandaag is het jouw laatste dag. Hij zei maar, maar baas, maar zie net de kaas, laat ik net die stukje vlees breien. Hulle zei, wat praat jij van vlees breien? Nou, jij daar ook al zo'n feest gesteeld en opgeëet. Kom uit, kom uit, kom uit. En een stuk, die oude zoals stok gehad, waar die vlees een stuk in. De stuk in oma, zo laat die vuurtje vast, die stok met die vlees in. Ik zei, ik kon het je net op. Je gaat onder. Nou ja, toen staan die boeren nou krummen. Nou. En die oma kan die kant toe wijzen. Die boeren zitten daar ook met die peren. Die hebben net een plek gemaakt, en die kant om.
Nou, die oude Nicoroflaat in voor de dicht. En dan boeren die sperren, die stof draaien en zo achter dicht. Maar die oude is net te ver, ik kan hem niet slaan. Hij is te ver. En die ver kom je nader, zo hard hard loopt dicht. En daar zullen later bij je een bril oor. Dat is al een oor, toen kom je polisman eerst. En net die, achter die bril, die draaien die club om. Kom hij terug. Weer groot. O jongen, jij niet verdurkt gezien. Baas is hem net een oor. Hij is hem net een oor, baas. Nu heb ik polis alweer een oor. Kom terug, Peter, als er iets is, dat ik vlieg daar op. En hij laat niks aan hem kon doen. Maar die waren die veld gekend. Ja, hij heeft die veld gekend en hij heeft alles gekend. En met die club, wat nu die golf, hoe ga je veroorzaken? Hij heeft alles kon doen. Zoals ik zei, ik kon hem vermommelen. Die alleen die gedacht gekend had. Ze zei, maar dat is die dag, die niet. Ja, nee. Nou ja, toen kwam daar aan hem terug en toen kende hij hem niet. Jongen die niet gedacht gezien, daar was hij nog net aan. Toen kwam Dirk en voor iets in vlees. Toen Dirk opgepakt en toen Dirk aan die grot af. Geloopband. Hij weet pas nog waar hij bleef. Nou, zo man was hij. Nou, daar had mensen wat bije goed als kan vertellen van Dirk Luchter. Van Dirk Luchter. Ja. Nou zeg je, meneer Adakom. Ik verstaan dat er in die omgeving in de 60's, daar was meer apartheidwetten toegepast in die omgeving. Hoe die apartheidwetten wat jullie de apartheidregering en de apartheidwetten heeft voor ons bijen geraakt. Want zoals ik zei, die wet was, je moet staan op 5 in de worsten waar je maar geleerd is. Daar was hij zo'n ding zoals je kan naar college toe gaan. Dat was net voor wat mensen geweest. En als gevolg daarvan is ons geleerd, maar het is maar skraps geweest. Ja. Je kon niet. En, zelfs daar op die bosbouwstatie, in de tijd dat ik daar gewerkt heb, die paar aparte jaren. Die bosbouwer, ik vertel voor beide mensen, die bosbouwer zijn huis, heeft ons die fondatie gegraven, gegooid, samen opgebouwd, uitgeverfd, zijn meubels ingedragen. En toen die nog binnen is, toen mag je niet meer daar aankomen. Je komt bij ze hier. Dat is jouw plek waar je wist. Van die veldwachters, wat hij tijd veldwachters geweest is, heeft men nodig gaan voor die naweek uit. En dan komen ze nog terug met wat ze nog ondervinden. Dan moet men nog veldwachters werk doen. Kijk of onwettigheid of zo aangevangen. Nou, dan komen ze zondag, maar daar terug, dan moeten ze nog verslag doen. En toen komen ze daar in die bolwoze huisjes, mijn dierhuis toe. Ik denk allemaal, het klopt zo'n bij de voordier, want die kombuisdier is op. Toen maakte die Volvo op te zeggen, wat zoek jullie hier? Klopt weer aan mijn voordeel, gaan om kombuis toe. Nou ja, toen we die mannen naar de kombuis toe en toen ten daar bij de kombuis met hulle gezegd. Zo, jij mag niet, bij je voordier mag je niet gekloppen. En die naaste wat je in die huis mag komen, dat was in die kombuis. Daar staat je bankje op buitenkant, dan zei hij, hang maar je bankje, dan kan je maar zo kieken zitten. Hij zullen waar dat is, mag je niet opzetten. Zo, dat was maar zwak geweest in die tijd. Je kan zeggen, die boogse hond was beter geregeld dan jij, want hij zit voor in die rijding. Jij moet achterop zitten, tot die vrouw met die kind klinkend, zit achterop. En die hond zit voor in die boog, zo. Ja, dat is maar dit is jaren wat ons dier leeft. En kunnen we zeggen wat de Heere, die Vader, heeft ons daar dier geleid. En ons aan de andere kant uitgekomen. Zo, wat was die kerkse breedra in die mensen leven in die plek van jullie?
Die Kerk. Mm. Ja, die Kerk, die Kerk was, Blanke Leer, die Kerk, ons is nou hier nabij, die Kerk het hier eerst gestaan. Mm. Ons het die mag kleerling en brein leraars beroep, want die pastorie was in die wit gebied. Mm. En daar mag net wit mensen gebleid het en zo. Mm. Nou die leraars was baie vriendelik en het aan gekom tot by ons huisbesoek gedoen in ons huise gekom en so. Mm. So die leraar wat dan iemand wat jy mee kan saamgewerk het en wat daar nou nie, ek weet nie hoe hy binnen gevoel het, maar buiten was hy daar nou nie apart, was aan saam gevoel. Mm. Hoe is daar iets wat mij aan de kant wil bijvoegen en zo aan? Ja, wat ik daarbij wil bijvoegen, vandaag is ons daarom gerekend als mensen. Hm. En vandaag heeft die daar mijn stem. Hm. En vandaag kan die dingen daar niet aan jou gedoen worden en daarom is het bijblijven. Al voor al ons wat in die aparte jaren ik kom en wat weet hoe dit was en hoe dit nou verandert, dan is het voor onze belevenis.